Bert, 4 jaar geleden was het heel anders voor jou. Je bent hier 3 jaar geleden ook geweest. Toen hebben we vriendschappelijk gespeeld tegen Brazilië en Uruguay. Kan je er nu meer van genieten? Ja, op een hele andere manier. Toen ook. Maar het grote verschil is de spanning. En nu heb ik daar zo een afstand van genomen. Dat ik nu ook gewoon een gezonde spanning heb als fan van het Nederlands elftal. Maar toen was het compleet anders. Dan druk is zo gigantisch groot. Ik bedoel, je leeft daar al zo lang naartoe. En dan is er wel spanning. Maar de sfeer is toch ontspannen. Weet je? En nu wordt het echt spannend. En dus aan de ene kant, je wil ook dolgraag beginnen. Maar die spanning wordt extreem hoog nu. Ja, want 2 dagen van tevoren. Nederland zelf dan in het verleden vertrok 1 dag van tevoren. Denk je dat mijn leerling heeft getrokken uit Krakau-Garkov? 1 dag van tevoren en geconfronteerd worden met andere weersomstandigheden? Ja, dat zou best kunnen. Ik bedoel, we hebben het altijd zo gedaan. En in Zuid-Afrika is dat gewoon heel erg goed bevallen. En ja, in Polen-Oekraïne was het een stuk minder. Maar of dat daarmee te maken heeft. Tuurlijk moet je naar dat soort dingen kijken. En je moet je altijd proberen op de best mogelijke manier voor te bereiden. Maar goed, als wij een van die 4, 5, 6 kansen tegen Denemarken erin schieten, dan winnen we zo'n wedstrijd. En dan praat niemand daarover. Het Caesar Park Hotel, hè? Daar hebben jullie toen ook gezeten. Ja. Waarom werd er toen gekozen voor het hotel? En is het dus logisch dat ze er nu weer voor kiezen? Nou ja, ik begrijp dat je hebt sowieso niet alle keuzes. Ik bedoel, er zijn zoveel mooie hotels hier. Maar veel hotels zijn al lang geblokt. Voornamelijk ook door FIFA en grote sponsoren. En dat wat er overblijft, denk ik dat Nederland een goede keus gemaakt heeft. Het is in ieder geval een hotel wat ik heel erg belangrijk vind. Wat heel kort bij de trainersaccommodatie ligt. Ik heb ook al begrepen dat er landen zijn die moeten bijna een uur met de bus naar een trainersaccommodatie. Dus elke dag en ook weer terug. Dat is gewoon niet goed. Dat is een slechte voorbereiding. En Nederland heeft een prima trainingsveld laten aanleggen. Dus dat hebben ze goed gedaan. En wij gedijen beter in een omgeving waarin je niet helemaal op je eentje bent. En waardoor je ook wat meer mensen om je heen ziet. Dus ik denk dat die keuze goed is.